Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is koud. Het zegt wel wat. Als ik voor het eerst sinds maanden weer zin heb om een cappuccino te maken. Dus wel decaf, want het bevalt me heel goed dat ik geen cafeïne drink. Maar ik had niet zin in matcha, maar gewoon in een cappuccino. Wio. Oh, kijk die trap. Lekker, dit is voor het eerst sinds de Babbelhap aflevering dat ik weer San Marzano tomaten heb. Die zijn echt wel lekkerder. Die schil kan je natuurlijk ook gewoon opeten. Maar niet door het prutje. Het leuke was toen ik dit vorige keer bij mijn bonusdochter aan het maken was. Toen ging zij dus helpen raspen. Zij kan dat echt al heel goed. Voor haar leeftijd kan ze ook heel goed koken al en zo. En toen ging zij lekker al die schillen opeten. Ik heb een beetje haast. Ik moet zo naar bijles. Maar kijk, dit is mijn prutje. Lekker. Het is wel echt bizar. Want trostomaten of Roma tomaten, daar komt echt liters vocht uit. En hier is dit al het sap wat eruit komt. Dus deze hoef je inderdaad echt bijna niet af te gieten. Bianca goot ze niet af. Het ging ik daarna zelf maken. Toen dacht ik, huh? Waarom is het bij mij zo nat? Maar het ligt echt aan de tomaat. Kijk, hier komt bijna niks uit. Dat hoef je bijna niet eens te zeven. Ik heb nu dus een beetje haast. En ik heb zoveel gegeten afgelopen weekend. Vorige week met Babbelhap heb ik echt onregelmatig gegeten. Echt de hele dag niks. En dan weer niet per se super gezond. Ook niet heel ongezond hoor. Maar dit weekend heb ik wel echt veel gegeten. Ik merk echt dat ik behoefte heb om gezond te eten en niet te vet. Dus ik ga de broodjes niet insmeren met olie. Er zit gewoon olijfolie door het mengsel heen. Dan ga ik deze gewoon roosteren. Insmeren met knoflook. En dan is dat genoeg. Want ik heb echt... Ken je dat? Dat je dan echt denkt, oh, even geen zin in. En ik heb ook gewoon heel weinig tijd. Ik heb de hele ochtend de aflevering met Lotte lopen bewerken. En nu is het 2:30 en ik moet om 3:30 weg. En ik moet ook nog content filmen voor een samenwerking. En ik moet eten, douchen, aankleden. En er naartoe natuurlijk. Wauw, wat een verschil zeg, San Marzano tomaten. Oh, bizar. Wat een verschil. Er kwamen liters water uit. In verhouding denk je dat zijn goedkope tomaten. Maar er komt zoveel water uit dat je in verhouding hiermee goedkoper uit bent. Of in ieder geval niet duurder. Lekker. Ik moet niet te veel knoflook, want ik ga bijles geven. Ik smeer hem wel even kort in, want het is te lekker. Dan vind ik ook verse knoflook. Als iemand naar verse knoflook een beetje ruikt, vind ik het niet heel erg. Oude knoflook is wel echt vies. Ik ga gewoon niet te veel knoflook doen. Ik snij hem zo door de helft en dan smeer ik straks mijn broodje hier lekker maar in. Maar het broodje heeft nu natuurlijk geen olie erop, dus het zal ook iets minder knoflook opnemen, denk ik. En na de bijles moet ik ook nog sporten. Vorige week maar één keer geweest. En ik dacht, ik ga niet ervoor, want ik wilde gewoon werken. Dit zijn trouwens maar 4 tomaten en ik heb zoveel prut, hè. Terwijl vorige week hadden we uiteindelijk, we hadden eerst 16 Roma tomaten. En de tweede keer hadden we volgens mij 20 Roma tomaten. En dat was bijna net zoveel als deze prut. Maar ja, deze tomaten heb ik dus bij Chris besteld. Want die kan je echt nergens krijgen. Dit is toch lekker, jongens. Wauw. Nog lekkerder om hier ook rauwe knoflook doorheen te gooien. Maar dat ga ik nu niet doen. Het hoort ook niet... bij het originele recept volgens mij. Oh ja, basilicum. Ik heb haast. Dit is echt Charlotte die haast heeft. Echt zo blij dat ik goed slaap. Ook dankzij dat kussen wat ik in mijn vorige vlog zei. Want ik slaap best wel kort of zo. En de tijden waren best wel hectisch nu. Maar dankzij dat kussen pak ik wel echt goede nachtrust. Dan word ik ook niet om het uur wakker en zo. Wat ik heel vaak heb. Dus daar ben ik heel blij om. Ik slaap echt zeker gewoon een paar uur door. En dat heb ik niet snel. Mijn voorkeur gaat altijd uit naar bruin brood. Maar bij dit is eigenlijk wit lekker. Maar goed. We hadden nu bruin uit de vriezer gehaald. Dus, oh, wow, ik vergeet bijna de knoflook. Auw, heet. Oh, hij neemt zeker knoflook op. Hoehoehoe. Komt door die warmte. Oh, wat ruikt het lekker. Eigenlijk heb ik dus geen tijd om dit nu te eten. Want ik moet eigenlijk gewoon douchen. Maar oké. Ik eet er denk ik even één. En dan ga ik douchen. En dan terwijl ik een klein make-upje op doe, eet ik even snel die ander. Oh, wat lekker. Oh, mijn god. Zonder knoflook was het verschil. Die geur. Oh my lord. Hemel op aarde dit. En eigenlijk kan je dit zo snel maken en ook zo simpel als je wil. Heerlijk. We zitten weer een keer in de auto. Omdat ik laat ben. Ik had mijn content gefilmd. En toen moest ik hem zeg maar opslaan, renderen. Om te versturen. Het duurde echt super lang. Dus ik dacht of ik ga mijn laptop meenemen of ik ben altijd toch een beetje tussen 3:50 en 4:50 bij les. Ik dacht ik wacht gewoon nog die paar minuten. Was hij klaar, had hij mijn hele vlog gedaan. En dat kan je dus niet sturen. Je wil ook niet per se je hele vlog naar een bedrijf sturen. Maar je kan dat ook niet sturen, dat is te groot. Dus koos ik ervoor om het alsnog te doen. Ik denk dan ben ik er 4:50. Maar dan moet ik wel echt met de auto. Helaas. Ik heb mijn sportkleren al aan. Maar op zich zien deze kleren niet heel erg sportklerenachtig uit. Dat had ik ook aan toen ik naar de mall ging vorige week. Wat ik dus wel jammer vind is dat mijn camera... Kijk, mijn beeld is dus mooier geworden in mijn vlogs. Hè? Maar ik film nu helemaal niet met mijn nieuwe camera. Dat is zo raar als iemand recht naast je gaat rijden.
Dit is dus gewoon mijn oude camera met een andere geheugenkaart, waardoor ik 4K kan filmen. En ik wist dus niet dat deze camera dat kon, terwijl het erop staat. Maar hij schiet dus soms af en toe naar HD. Ik zei het ook in mijn vorige vlog. Dus ik kon mijn vorige week vlog weer niet in 4K exporteren. Echt jammer. Maar alsnog is het beeld mooi. Maar ik moet er echt even op letten dat er steeds 4K staat. En dat het dus niet naar HD springt. Of uitzoeken waarom die steeds naar HD springt. En dan, ja. Heb ik dus gewoon 4K vlogs. Dat is wel echt super leuk. Dus, verder heb ik niet veel te melden. Ik ben best wel moe, maar dat had ik ook wel verwacht. Doordat ik gewoon heel moe ben van vorige week. Eigenlijk elke dag dingen gedaan. En ik had wel even behoefte aan een dagje niks. Dus, nou, ik ben bijna bij bijles. Vorige week had zij dus afgezegd omdat ze niet lekker was. En kwam dat dus heel goed uit omdat ik dus met Bianca nog tot 1,5 uur daarna aan het filmen was. Nee, dat was niet vorige week, dat was 2 weken geleden. En vorige week had zij vakantie. Dus ik heb haar al best lang niet gezien. En daarvoor had ik haar ook volgens mij 2 weken niet gezien. Omdat zij toen ook weer ziek was of iets. Dus we zitten niet helemaal lekker in het tempo. Maar goed. Ik ruik wel naar knoflook. En hierna ga ik sporten. En het voelt echt als zo'n niet nuttige dag tot nu toe. Omdat ik alleen maar binnen heb gezeten. En ook nu niet op de fiets ben. Maar ja. That's life. En het kost gewoon veel tijd. Dat was weer gezellig. Het is wel echt laat. Het is wel 6:15. Maar ik natuurlijk iets later was. Ik was er 4:08. Het is echt super laat al. En het is koud. Ik ga gewoon de verwarming aanzetten in mijn auto. Het is echt heel koud. Ik had het daar ook echt koud. Zo hé. Het was heel leuk. Aan het eind gaan we altijd even lezen. In dat boek wat ik ook voor mijn bonusdochter had gekocht. Over dingen die je moet weten voor je 13 wordt, heet het geloof ik, zoiets. En we hadden nu over feitjes, over lichaamsdelen die we hebben. Omdat we vanuit vroeger het hebben, zoals je verstandskiezen. En je appendix op je binnendarm, die er bij mij dus uit is. En dat we vroeger een staart hadden bij ons onder aan je ruggengraat. Staartbeentje, iets. Nou ja, dat. En over dat we veel haar hebben op ons lichaam. Ze had wel leuke beetjes. En dat baby's dus, wanneer ze geboren worden of net voor ze geboren worden, al hun haar verliezen. En dat ze dus vol met haar zitten in de buik, in de baarmoeder. Ook echt super raar. En dat roodharige mensen dus 80.000 haren gemiddeld hebben. Bruin en zwartharig 100.000 en blond 140.000. Maar ik dacht dus dat mensen met rood haar echt super veel haar hadden altijd. En dat je als blond iemand juist minder haar had. En zwart wel veel, maar dit is dus niet. Nou, dat soort dingen. En verder wilden ze graag de digitale klok leren. Dus ik wil meestal Nederlands met haar doen, maar af en toe ook wat anders. En heb ik... Ik schrijf ook altijd de foutjes die ze maakt op, zodat ik die dan de volgende keer weer kan overhoren. Want vooral, ja, als je uit een ander land komt, zijn vooral sterke werkwoorden heel erg moeilijk. Kijk, lopen, liepen gebruik je dan vaak, maar sommige woorden gebruik je niet vaak. Dus dat oefen ik dan met haar. En begrijpend lezen. Dat soort dingetjes. En ik heb wel zin om te sporten, moet ik zeggen. Want zondag was het 1 week geleden dat ik voor het laatst benen billen heb getraind. Oh my god, dus ik heb echt zin. En Hazer als het goed is ook, dus die zal ik waarschijnlijk ook daar zien. En dan lekker naar huis, lekker koken. En lekker chillen. Alright, gym time. Ik heb er echt serieus zin in. Ik dacht, ik probeer er gewoon 5 kilo bij te doen. En het gaat. Het is zo grauw en somber buiten, niet normaal. Het ging wel lekker. Ik heb eigenlijk van mezelf hele sterke benen. Dus als ik dat 8 dagen niet heb gedaan, maakt het niet uit. Ik heb zelfs dingen zwaarder kunnen doen. Dus dat geheugen is ook gewoon goed. Omdat ik gewoon geboren ben met sterke beenspieren, denk ik. Altijd gehad. En armen niet. Dus als ik dat een paar dagen niet heb gedaan, dan merk ik het echt meteen. Dat ik meteen achteruit ga. Eigenlijk al doe ik het om de dag, is het al moeilijk. Ik heb gewoon echt geen sterke armen. Dat kost gewoon heel veel tijd. Ik probeer dus niet meer te veel te vloggen als ik beweeg, zodat ik steady shot heb. Maar ik heb hem nu heel stabiel vast. Ik doe mijn best. En ik vind het ook niet leuk om nu de hele tijd alleen maar in de auto te filmen. Dus vandaar. En ik heb besloten dat ik even naar de Lidl ga. Want ik heb nog wat dingen nodig. Ook voor donderdag met mijn moeder. En ik vind het lekker om nog even te lopen of zo na deze dag. Dus even lekker boodschapjes doen. Nog even eruit. Na zo'n hele dag binnen vind ik dat toch wel lekker. Als je pas om 4 uur naar buiten bent gegaan. En dan nu alweer om 6:30 naar huis vind ik het een beetje snel. Kijk hoe mega doos ik heb getild. Niet normaal, maar ik wilde absoluut geen tasje. Maar het was zo zwaar. En ik heb dit gekocht omdat ik een potje wil voor honing. En dit is een perfect potje met een gouden deksel. Dus ik dacht, ik koop gewoon dit. En dan gebruiken we dit. En dan moet ik die sticker alleen even eraf krijgen.
Kijk, hoe ziek lekker. Ik had dus vanochtend al wat dingen verzameld vanuit de koelkast en vriezer die op moesten. En daar het halen ze nu dat ziek lekkere pasta gerecht mee in elkaar geflanst. Echt heerlijk met zalm en wel nog verse spinazie. Dille die ik over had van de show, zalm die in de vriezer lag. Pasta die we nog hadden, dobbertjes die we nog hadden. Ziek lekker. Hallo, dit is een voice-over, want ik kon even niet praten, want mijn bonusdochter was eventjes aan het praten met haar vader. En dat kan natuurlijk niet in de vlog, dus ik had hier wat dingen gekocht bij Crisp. Heel interessant. En volgens mij kan ik nu alweer stoppen met praten, want komt er nu alweer geluid, ja. Eeuw, alweer. Er is echt iets mis met deze havermelk, dat is echt heel vies. Welkom bij een nieuwe aflevering van Koken met Restjes. Vandaag maken we Chioggia bietencarpaccio, wat super luxe is. En toevallig nog in de koelkast lag. Recepten waarbij je niet weet wat je gaat maken, vind ik het leukst. Ook als ik nu met koken film, ben ik helemaal... Dat ik denk van, waar is het mooie shot van bovenaf? Ik weet niet of het erbij past. Maar we gaan het wel zien. Niet dat iemand dit kan zien. Hoe ben jij zo snel? Je lijkt je vader wel. Mijn bonusdochter houdt dus ook van truffel. Super chill. Luxe smaak. Ik dacht, ik ga nu mijn dipje voor de kookshow gewoon even oefenen. Dus ik ga er nog niet veel over vertellen. Oh my god, het ziet er goed uit. Oh, wat lekker. Kijk hoe amazing dit eruit ziet. Dit heeft dus niet per se met die bieten te maken, maar ik ga over die bieten gewoon nog even wat anders heen doen. Maar ik vond het wel leuk zo in het midden. Ja, ik vond dit er zo mooi uitzien. Ik moest nog even wat mooie shots in deze vlog showen. Ik heb echt veel meer shots dan dit, maar anders wordt het te lang. Maar kijk hoe mooi het eruit ziet. Ik had gewoon nog een verdund sausje over de bieten gedaan. Echt heerlijk. Goedemorgen jongens, ik ben niet helemaal lekker zoals ik al had voorspeld. Ik heb echt heel veel keelpijn en verkouden. Heel veel. Maar ik ga alsnog naar de sportschool. En morgen is opnames, dus ik ga de hulp is er nu. Ik ben ook een beetje aan het opruimen. Na het sporten ga ik gewoon lekker op mijn laptop werken en verder niet heel veel meer doen. En morgen ga ik gewoon al mijn energie geven voor de aflevering. Ja, ik ga gewoon lekker curpy zo naar de sportschool en armen doen. Helaas ben ik daar niet zo goed in. Oh ja, ik ben vandaag opgesteld geworden. Dus vandaag en morgen zijn dan mijn heftige, pijnlijke dagen. De pijn is nog niet begonnen. Dus ik ga snel sporten, maar dat komt binnen elk moment. En morgen dus lekker, niet lekker en opgesteld. Maar goed, ik heb wel heel veel zin in de aflevering. So let's go to the gym. Heerlijke dag dit, zeg. In de regen. En we krijgen net een bericht dat... Doordat ze met het riool bezig zijn, dat wist ik. Maar daardoor kun je dus geen water lozen. Dan mag je dus niet douchen en zo, dus de hulp mag ook niet dweilen. Maar dat water kan je dan toch gewoon naar buiten gooien? Nou, ik weet het niet. Volgens mij is het niet zo dat er geen water is. Ik zie er ook echt niet appetijtelijk uit, sorry. Volgens mij is het zo dat je het niet kan lozen. Maar morgen heb ik wel douchen voor babbel. Het lukt me gewoon niet. Als ik heb geen kracht. Eigenlijk ging elke oefening behalve die ene. Dit lukt me gewoon niet als ik niet echt vol in mijn energie zit ofzo. Maar prima. Ik ben nog even naar de Action en de supermarkt geweest. Maar op woensdag is het natuurlijk mega druk. Omdat iedereen, alle kinderen vroeg uit zijn en ouders dus vrij hebben en zo. Dus dat is echt super druk. Ik zal even laten zien wat ik bij Action heb gekocht straks. En ik ga nu weer lekker een keer slabootjes eten. Ik zie er echt niet uit. I'm sorry. Dat heb ik heel lang niet gegeten. Hey Poesie. Hey dik biggetje. Nee, dat is mijn audio. Pas op, vriendin. Oh ja, over audio gesproken. Mijn audio is binnen. Birambi. Super heet. Kip. En weer een ziek mooie avocado. Daar zit zout en peper op. En dit kan je. Ik zat helemaal een unboxing te filmen, maar blijkbaar filmde ik niet. Heel wat is dit besteld. We kunnen in het weekend echt coole littekens zo maken voor Halloween. En ik heb helaas weer audio moeten bestellen, want dit zou dus goed genoeg moeten zijn. Maar helaas, nog een extra aankoop. Dit plugje dan dus hierin. Dus die magneetjes waren dus ook voor niks gekocht dan. Waar zijn die magneetjes eigenlijk? Het is tijd voor een test. Wel super vet, op wit zie je hem echt niet. Bij dit ding... Hetzelfde ding. Dus was dus het probleem als je hem hier klikt, dat hij dan tegen je nek. Oh, nu raakte ik hem aan. Tegen je nek aankomt. Hier dus niet. Dus we gaan nu testen of het geluid goed is. En dan gaat het kabeltje hier zo onder mijn kleren door naar dit. En dat clip ik dan hier ergens. En als het goed is, maakt dit geen geluid meer. Ik heb dit gekozen, want ik dacht, we hebben meestal vrolijke kleren aan met babbelhap. En ik hoop dat het goed klinkt. Ik drink super veel thee. Ik heb nog een pakketje. Even lekker hier gaan zitten om de aflevering GTST te kijken. Want
voel me gewoon niet lekker. En dan ga ik weer de hele tijd alleen maar werken. En denk je, oh joh, dat is niet intensief. Maar het is toch ook even belangrijk om rust te nemen. Hey, poesje? Ja, je hebt weer oogpoepje. Hier. Poesje. Bij de Holland & Parrot. Vond ik zo cute. 1 plus 1 gratis. Ik drink nu dus kamillethee elke avond. En ik hou heel erg van lavendel. Ik heb ook gewoon 2 dezelfde besteld. En nog iets voor mijn zwangere vriendinnetjes. Dus niet kijken als jullie kijken. Maar ze kijken waarschijnlijk toch niet. Dit zag ik nu ook 1 plus 1. Toen dacht ik, dit is heel cute. Zeg maar, bij een babyshower heb je eigenlijk altijd een gezamenlijk cadeau. Meestal. Maar als je nog zelf wat wil geven. Ik vind het dus heel moeilijk. Wat ze leuk vinden, maar ook of ze het nog niet hebben. Maar ik dacht, dit is iets leuks kleins voor erbij. Wat is dit ook weer? Oh ja, met coconut aminos. Die is alweer bijna op. Dit is dus als je niet tegen soja kan. Een hele goede vervanger. Wel duur, maar echt heel fijn om in huis te hebben. Nog een babytheetje. Ruikt heftig trouwens. Camille, anijs. Ik vond het gewoon cute. Heb ik die vast beneden. Oh ja, hier ben ik heel benieuwd naar. Ik bestelde omdat ik dus voor mijn aflevering van morgen acacia honing wil hebben. Beetje overdreven, dat is ook best wel duur, maar ik wil het. En dat is hoe ik ben. En die was dus 2 plus 1 gratis. Dus ik dacht, ik bestel gewoon 3. Acacia honing is gewoon heel mild. Alsnog is dit dus ook EU en niet EU helaas. Het is heel moeilijk om honing te vinden die echt EU honing is. Maar ik dacht, ik doe een knijpfles. Ik ben meer fan van knijpflessen. En trouwens, ook de hulpen, altijd honing in haar thee. En ik doe nu ook soms, nu ik meer thee drink, wel af en toe honing erin. Ik ben niet echt een zoete kou, maar af en toe vind ik het wel lekker. Bijvoorbeeld een beetje kamille en een beetje honing. En voor de aflevering heb ik het nodig. Zo'n pot. En dan heb ik nog een pot. Viel wel mee hoe duur het was. Dus lekker acacia. Die is heel mild van smaak. En die is dus perfect voor wat ik morgen ga maken. Dat kunnen jullie zondag dus zien. Dat is wel heel leuk, omdat ik het opnieuw ga doen. Ga ik dus ook een andere dip maken. Dus mijn moeder gaat dezelfde dip maken. Maar ik vond mijn dip achteraf toch een beetje saai. Dat was een artichok bonendip. Ik wou iets impressiver. More impressive. Dus ik ga iets heel lekkers maken. En dit. Dit was dus heel erg afgeprijsd. En ik was hier zo benieuwd naar. Ik ken het niet. Q plus A Licorice Lip Oil. Licorice helps to improve moisturization and elasticity. Provides a lip plumping effect. Apply this oil evenly to your lips as required. Was het nou natural of niet? Want ik wil altijd natural dingen. Jojoba olie. Hazelseed. Ja, volgens mij is dit natuurlijk. Er zit wel heel veel in. Fruit extract. Volgens mij geen zooi. Maar lip oils zijn soms heel chill en soms niet. Maar Nicole had ook een lip oil. En dat vond ik best wel chill. En eigenlijk heb ik van mezelf afgesproken. Dat ik zoveel natuurlijke lippenbalsems mag kopen als ik wil. Want ik zag laatst ook zo'n liedje erover. Maar het ligt inderdaad in je keukenla. Bij je werkplek. Bij de bank. In al je tassen, in je auto, badkamer, slaap. Ik heb het overal liggen. Je raakt het altijd kwijt, dan vind je het weer terug. Dus het is altijd een goede koop voor mij. Hoe kan dit nou plumping zijn? Er zit niet chili in of zo. Wat ik altijd vind bij een lipolie is dat het heel snel weg is. Het is heel dun en het is nooit dik, een lipolie. Maar het is wel lekker en het ziet er heel mooi uit. Het verzorgt wel, maar het is niet zoals een balm. Een balm blijft natuurlijk erop zitten, erop liggen. Dat is natuurlijk dik en vet. En dit is met 1 wipe weg. Maar het is gewoon een naturel kleurtje. Maar dit vind ik wel lekker. Ik vind het ook er leuk uitzien. En ik vond het wel leuk om weer eens een keer een nieuw lippenbalsempje te kopen. Dus hier ben ik heel blij mee eigenlijk. Lekker als je gewoon ook een klein glansje wil. Komt uit Ierland. Ja, als je een klein glansje wil, die dan niet slecht is voor je lippen. Oh, ik heb net een eenhoorn op mijn hoofd. Nou, allemaal lekkere aankoopjes. En ik heb dus mijn ding met honing al gemaakt. Met supermarkt acacia honing, 80% acacia. En dan ga ik morgen in de aflevering dus met deze echte pure acacia maken. Vanavond zo'n theetje nemen. En Tim de theedoos doen, maar die zit vol. Dus ik vind de doosje ook wel heel mooi. Dit is ook heel leuk als cadeautje trouwens. Vind ik ook wel... Is dat goed voor mommies? Het ziet er wel heel leuk uit zo samen. Misschien bewaar ik er nog eentje. Goodbye, chalas, chalas. Ook moeten we niet te veel van opblikken, want het plampen komt door sojaboon. Ja, zoveel kan het ook weer niet zijn. Oh, zijn dit geen zakjes? 15 piramiden. Oh, jammer. Vind ik nooit zo mooi in dit. Ik kan het natuurlijk ook gewoon weer uithalen. Ja, waarom niet?
Dan werk ik die gewoon hieronder. Oké, dit vind ik beter. Ik vind het toch ook meer voor de gasten. En ik pak gewoon onderuit de kast dan hier zelf een theetje uit. Het is ook een cute doosje. Gaat niet heel goed met Wifey Wednesday. Dus komen we net binnen. Ik ben nog niet begonnen, maar ik ga wel koken. Hola, chalas, chalas, chalas. Daar zijn we weer. Ik kon weer niet praten. Ik ging pasta met tonijn maken. Ik hou er niet heel erg van. Maar ik dacht, ik ga het een keer doen. Ik deed lekker allemaal groenten erbij en spinazie. Ik ben echt blij dat vriezergroente dus heel gezond is. Dat weet ik dus pas sinds kort. Heel logisch ook eigenlijk. Nou, wat dingetjes erbij die we gewoon in huis hadden en het zag er heel vies uit. het was niet heel lekker. Het is weer broodtrommeltijd. Kiesbesjes, aardbeien, hartjes, komkommers, worteltjes met bieslook. Hier nog wat gezonde snackies en een bubble tea koekje. Wat? Oh ja, dat doe ik nooit. Dat is echt een goeie. Ik moet even inkomen. Goed. Vertel, hoe gaan we het doen? Wacht even. Oké, jongens. Hoe was het, mam? Op de achterbank? Leuk, gezellig. En lekker vooral. Het ging echt goed. En vooral bij mijn dip, en dat was dus een andere dip dan de eerste keer. Ik zat er zo lekker in, was helemaal enthousiast aan het vertellen. Ik denk 13 minuten of zo, misschien? Nu links rijden naar ring. Oh ja, je moet hier. En toen zag ik dus dat hij niet aan het filmen was. Dat had ik nog geen enkele keer meegemaakt dit seizoen. Dus hadden dus wel alle mooie shots al, dus dat scheelde weer. Dus ik hoefde het niet zo uitgebreid te doen. Maar dan moest je dus alles opnieuw vertellen. En dan denk ik dat er toch iets minder passie in zit, maar goed. En voor het volgende seizoen moet ik een verlengingsnoer kopen. Nieuwe geheugenkaart, al zijn ze €100 per stuk. Maar inderdaad gewoon vloggeheugenkaart en babbelgeheugenkaart. Dat is eigenlijk wel een goeie, mama zei het net. Je moet al zoveel denken dat je daar dan niet aan denkt. En deze audio is beter. Die lampen zijn ook prima van de Action. Wat heb ik dan nog meer nodig? Oh ja, 2 extra batterijen. 50. Voor beide camera's. En misschien ook nog 2 opladers. Zodat ik zowel... Nou ja, nu kan ik dus mijn camera... Hier moet je naar rechts. Camera's opladen. Links rijden in de Afrikaweg. Oh nee, dit klopt niet. Je moet naar rechts. Ik weet niet hoe hij je stuurt. Nee, naar links. Oké, doe maar. Dus dat soort dingetjes. Maar wel fijn dat ik nu weet dat die audio beter is. En we gaan nu... Mijn moeder zei... Wacht even, dat klopt niet. Navigatie. Zo onduidelijk. Ja, dus ik vind het hier ook altijd moeilijk. En dan moet je rechtdoor. Ja, dus links als rechtdoor. Ja, en een verlengsnoer zou ook niet verkeerd zijn. Ja, dat zei ik al. Nee, je zei de oplader. Nee, ik zou ook verlengsten hoor. Maar mijn moeder zei van het is leuk om bij mijn schoonouders te gaan eten. Dus daar gaan we nu meteen naartoe. Want mama heeft heel snel wat opgeruimd. Ik heb heel snel iets anders aangetrokken. En weer door. En morgen alles rustig bekijken. Kijk, ik heb nog lekker wat dingetjes meegenomen voor naar mijn schoonouders. Maar lekker testen. Hier gaan we alleen nog wat chili op doen. Nee, je komt er niet van. Kijk, lekker. Je komt er vrij op de vlog. Dan moet je er echt neuken. Jeetje. Dit is Cook-off, hè? En jullie moeten even de aflevering van Baba met mijn moeder kijken. En dan zie je hoe grappig het is. Schoonmoeders. 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 Maken je broeken. Nee, ik verknip ze. Hij is te lang. Deze broek had ik aan in een van de Babbelhap aflevering, maar hij is te lang. Dus dezelfde broek als van mijn verjaardag, maar met een ander printje. En Loes gaat hem even korter maken. Ik versta je helemaal niet. Jij wil ook altijd graag in de vlog, hè? In de vlog. Ga jij niet in de Babbelhap? Je hoeft alleen maar over je recept te praten. Oh, mijn recept. Nou, ja, ik kan heel goed voor eten zorgen. Ik ga naar de Chinees. Maar een dipje maken of zo? Nee, Joost, ga je uit alsjeblieft. Dat vind je lekker. Ja, Luke, kom jij in Babbelhap? Dat zou hilarisch zijn. Dan gaan we echt viraal. Dan ga je viral. Ga je viral? Nee. Viraal. Nou, weer thuis. Zo ziet het huis er nog uit. Gelukkig heeft mama nog een beetje opgehaald toen ik me heel snel ging omkleden. Maar we gingen echt 10 minuten na de opname meteen weg. Het is best netjes hier. Het was echt mega gezellig. En blijkbaar waren mijn ouders nog nooit bij mijn schoonouders thuis geweest. En ze hebben elkaar ook helemaal niet heel vaak gezien. Dus het was echt een hele leuke avond. Ik ben helemaal kapot, dus ik ga meteen naar bed in. Hallo jongens, ik heb lekker tot een uurtje of 10 geslapen. Verder ben ik nu echt al 2 uur in huis bezig. Wasjes draaien. Alles al gisteren opruimen, want dat is toch nog best wel veel zooi. Aan het koken voor straks was met restje pompoen en restje pasta van woensdag. Dat het al lekker was, een beetje klaar staat. En vannacht begon ik heel erg te hoesten, dus ik ben blij dat ik heb uitgeslapen. Want daardoor gaat het al wat beter. En straks moet ik werken. Echt aan mijn video voor zondag. En ik moet nog sporten, ik moet nog bijles geven. Dus
veel te doen. En Halloween vanavond. Ik voel me iets minder lekker dan ik had gewild. Mijn bijles was ook wel echt, nou ja, pittig. Ik voelde gewoon tijdens mijn bijles heel erg van wow. Ik ben echt wel ziek. Heel van die heel snottige. Maar goed, het was wel gewoon leuk en goed. En vanavond is dus de Halloween walk in Zoetermeer. En daar heeft mijn bewonersdochter mega veel zin in. Ik heb niet heel veel zin om me helemaal te gaan opdoffen. Maar ik ga denk ik gewoon even mijn duivelsoortjes opzetten. En een kattensnorretje tekenen of zo, weet ik het. Een duivelse kat of iets, ik weet niet. Wel leuk om even te gaan. Maar ik voel me niet heel lekker. Ik had wel helemaal zin om lekker als ze zo thuis komen van 6 alles lekker klaar te hebben. Dus ik heb echt ook weer voor het eerst sinds tijden de open haard aangezet. Kaarsjes aangestoken. Tafel helemaal gedekt. Ik had helemaal zin in dat het lekker, ook omdat die walk om 7 uur begint, dat we gewoon lekker aan tafel kunnen. En ik heb van alle pompoen die over was van mijn moeders dip heerlijke soep gemaakt met bieslook erbij, havermelk erbij, bouillon. Dat was het volgens mij al, verder was hij heel lekker. En woensdag had ik dus tonijnpasta gemaakt en die voelde ik niet zo lekker. Maar ik heb er meer tomatensaus aan toegevoegd. Dus tomaten uit blik, gewoon pure tomaat. En een hele pot zongedroogde tomaten heb ik in mijn Maggi mix geblend en er doorheen gedaan. En nu is die lekker. Dus je hebt gewoon iets van kappertje, zongedroogde tomaat. Iets van een zuurtje of zo nodig. Want ik vind gewoon tomatensaus met tonijn niet heel lekker. En er zat veel meer doorheen hoor. En ui, en knoflook en heel veel groenten, maar het was niet heel lekker. Ik heb ook nog een speldbroodje in de oven gedaan, zodat we nog lekker de boters van Bubble Hop kunnen eten en nog een lekkere dip. Dus is het helemaal lekker eten en lekker gezellig aan tafel. En daar heb ik wel even zin in. Gadver, het ziet eruit als gehakt. Maar het is dus zongedroogde tomaat met tonijn. Het ziet er niet lekker uit, maar het is echt heerlijk. Ik heb dit ook vandaag als lunch en ontbijt zeg maar gegeten. Ik had geen zin om iets anders te maken. Dit is het soepje, nog lekker dik. Ondertussen probeer ik nog iets van beelden in te laden. Ik zal even YouTube uitzetten. Ik heb dus... Oh, het is al gelukt. Top. Een paar beelden van een paar seconden, zodat ik ook nog iets van geheugen heb op deze geheugenkaart. Ik durf die geheugenkaart niet te wisselen. Ik ben nog gewoon heel bang dat hij het gaat formateren en dat ik mijn beeld erbij ben. En ik heb dus die geheugenkaarten besteld, net als vorige keer, maar die zijn dus weer te laat. Er staat morgen in huis, maar dat was vorige keer ook niet. Dus die zijn er nog niet. Ik heb dus heel veel gedaan vandaag, in principe wel vooral in huis, maar ik ben dus nul toegekomen aan Bubble Up. En ik moet hem echt nog ongeveer 10 minuten inkorten, dus dat moet ik morgen dan nog doen. Maar voordat ze thuis komen en ik niet meer echt veel kan praten in mijn vlog, omdat je dan Chicky op de achtergrond hoort, ga ik even nog die action dingen laten zien. Wel mijn brood in de gaten houden, die is bijna klaar. Thumbs up dat ik mijn geluid niet ben vergeten aan te zetten. Iemand, meerdere mensen vonden die voiceovers wel leuk. Maar ik had een kom gekocht bij de action omdat ik helemaal geen lelijke, simpele kom heb om dingen in te mixen. Dus deze vond ik wel voor een lelijke kom best leuk. Ik had de nasale spray gekocht. Volgens mij gewoon neus. Oh, nasaal, is dat neus? Nee. Dat is nezen. Nou ja, voor mijn neus. Of daar komen ze nu al thuis. Die gezichtstenen ben ik dus kwijtgeraakt waar ik heel erg van baal. Want die waren echt geweldig. Ik weet niet waar ze zijn. Dus ik had weer even zo'n face roller, maar ik had hem er al uitgehaald. Maar dit is de verpakking. En nog iets wat ik er al uit had gehaald. Oh, daarvan ben ik het doosje kwijt. Dat was nog een keer zo'n steen om het talk uit je gezicht te rollen. Die ik ook van de kruisvat had van Betty Bart of zo. En hij is super chill. Er lag er nog maar één bij de action. Er lagen er echt 20 die opengemaakt waren. En nog één in een doosje. Ik zal het nog wel een keer laten zien. Dit leek me handig. Want als ik iets met content wil doen met mijn telefoon, zet ik hem altijd op een random plek neer. En nu kan hij dan zo staan. Hoop ik. En ik wilde al heel lang een koptelefoon kopen. En ik dacht steeds, nee, ik ga een goede kopen. En toen dacht ik, volgens mij is dit gewoon goed. Hij is wit, hij gaat over je oor, dan krijg je niet pijn, want daar kan ik niet tegen. Dan kan ik ook gewoon lekker gefocust werken met de koptelefoon. Want met de oortjes is dat toch minder, zit je minder in je element of zo. Iedereen had trouwens alle kerstballen verwisseld en zo in de verpakkingen. En heel veel leuke waren er al niet meer. Maar ik heb nog een paar leuke kunnen scoren. Een cocktailglas, een aubergine en avocado. Deze zien er echt wel een beetje cheapy uit, maar ik vond ze wel schattig. Deze zijn ook heel leuk. Nieuwe wasmiddel. Ik ga even mijn brood uit over. Ali. Wat? En wat dan? Ik voel even de tijdsdruk, maar als mijn bonusdochter thuis is, kan ik dus niet echt dit soort dingen filmen. Omdat ik dan natuurlijk haar stem op de achtergrond heb. Daarom had ik ook met die tonijn toen niet mijn stem erbij, want dan staat zij op de achtergrond. Dit is zo'n leuk cadeaudoosje. Oh, dit is die roller. Ja, mijn camera staat nu dus op dat die mensen trackt. Dus ik moet nu met de hand erop klikken. Maar ik heb even geen tijd en feel the pressure. Ik heb al 3 van die mega zuurstokken gekocht voor een kerstboom. Een rol tape. Dit is geweldig. Dat had ik al jaren staan. Ik wist niet dat het zo goed was. En toen ontdekte ik dat die goed was. Het was heel op. Fix and go. Serieus haalt het de kreukels uit je kleren. Dit is argan oil van de
Action, waar ook heel veel andere soorten olie bij zitten, maar wel 100% olie. Dus ik dacht, nou, leuk om een goedkoop alternatief te testen. Nog macaron, kersthangers, 100% olie met amandel. Vond ik ook handig, want argan is echt heel duur om alleen maar te gebruiken. Hele schattige candy canes. En ja, die moet ik toch echt even scherp laten zien. En allemaal leuke kleurtjes. En dit lijkt me ook wel lekker. Dat was het. Dus ik kan nu elk moment thuis komen en dan kan ik dus gewoon niet dit vloggen. En ik wil dan lekker dat alles klaar is. Dus ik ga het even afmaken. Als in, ik ben eigenlijk bijna klaar. Oké. Daar ben ik weer. Ik ga als een kat. Mijn hoofd is zo glazen dat ik niet lekker ben. Normaal ga ik een beetje als een sexy kat, maar dat ga ik nu echt niet doen, jongens. Dat gaat het vandaag niet worden. Wat gaan we doen? We gaan gewoon een normale opmaken zoals we altijd opmaken. Wat zou je doen als je niet lekker voelt? Zou je wel dit gaan doen nu? Moet wel, toch? Kan je echt niet, je kan echt niet gaan. Wel als er geen kind bij betrokken is, maar anders niet. Oh ja, dit is wel leuk. Een donkerrood lipje. Ik ben hier. Do your magic. Ik vind het gewoon niet dat je tegen een kind kan zeggen, ik ben ziek, ik ga niet. Je kan toch gewoon gaan. Ja? Beneden. Ik ben nu even hier make-up aan doen. Ik ga weer een keer een eyeliner doen. Zien jullie dit hoofd? Het lijkt wel een oliebol. Opgezette klieren. Die kunnen we niet wegmasseren. Hoe werkt dat ook weer, eyeliner? Eerst, ik doe dat nooit meer. Eerst dit krullen, want anders raak je je eyeliner aan. Op het moment dat je aan het krullen bent. Ik wil dat wat Lotte en zo doen, zo'n gesmudged eyeliner. Dus ik probeer dat steeds met oogschaduw, maar dat lukt me echt niet hoor. Ik had wel een klein beetje oogschaduw. Het is toch donker. Maar je komt wel natuurlijk heel zoete meer tegen. Oh, die is best goed gelukt. Als wat ga jij eigenlijk? Leven als een joker. Alweer? Als die vieze engel met dat grijze vest en dat bloed. Ja. Jullie gaan ook elk jaar hetzelfde. Ik ga ook wel altijd als een kat. Nee, maar vorig jaar was niet helemaal gelukt. Hè? Wat dan? Vorig jaar was het seizoen niet helemaal gelukt. Dus we zouden dit jaar opnieuw. Vorig jaar was je erg lekker. Vorig jaar was ik aan het werk. Ik heb nu dit, maar dit is niet echt een kat, dus ik ga het even opnieuw doen. Oké, ready. Ik heb gewoon zwarte kleren aan. Ready. Niemand is geschminkt hier tegenkomen, terwijl we zijn al 7 verdiepingen door de parkeergarage gereden. Hoe dan? En we zijn weer lekker thuis. We zijn ook nog even in de dorpsstraat geweest. Daar was ik echt heel lang niet geweest. En nu weer lekker thuis, want daar was het een beetje uitgestorven. Lekker straks slapen. Maar ik heb nog geen zin om dit eraf te halen, want ik vind het cutie. Ik ging gisteren eventjes zonder in de spiegel te kijken. Zo'n soort van heatless curls doen, maar dan gewoon vanuit een staart. Maar ik weet niet of het er nog in zit, want ik heb het echt heel flut gedaan. Maar kijk, nee. Ik heb het gewoon met dat stukje wat ik van mijn broek heb laten afknippen door mijn schoonmoeder, heb ik het gedaan. Dus gewoon zo omheen gedraaid en dan had ik het zo met een scrunchie. Maar misschien, ik had het een heel klein beetje nadat ik het had erin gehad, had ik het een beetje nat gemaakt. Maar je krijgt natuurlijk niet echt krullen als je het om zo'n dun stofje heen doet. Ik had het kunnen weten, maar goed. Ik moet gewoon even proberen met iets goeds. Mooi. Ik zal het een keertje goed testen met een... Badjas slinger ding die wat dikker is.
of zo'n ding van de Action. Oh, mooi. Mijn keel is dus wel minder erg. Ik vond het steeds niet heel lekker, maar echt, ik ben eigenlijk niet zieker geworden. Dus daar ben ik heel blij om. Ik heb best wel lang geslapen. Ik heb gisteren wel, toen iedereen ging slapen, ging ik nog tot 1 naar mijn bed. Mijn aflevering met Lotte bewerken voor Babbelhap. En daar was ik heel blij om, want ik wist niet dat ik nog van mijn hap alle overlay shots eroverheen moest doen. Dus beter. Nu ga ik dat ook nog even doen. Dan gaan we even lekker een kopje thee gezellig drinken. Gezellig mozzarella. En een beetje werken. Kijk mijn huidskleur. Je ziet echt gewoon dat het winter aan het worden is. Bizar. Ik voel me best wel prima. We gaan nu naar de kermis. En ik durf alleen in de bosautootjes in de kermis. Maar er is Halloween kermis. Dus... ja, deze wil ik. Oh, hallo. Doet de penis het niet? Oh. But I want... ja. Hoeveel heb je gedaan? Die 30 euro, toch? In de tribune en ik zit lekker hier. Babbelhap voor morgen klaarmaken met een lekker theetje. Lekker honing. Zo, so, back home. En wij gaan heerlijk zelfgemaakte pizza. Nou ja, zelfgemaakt met dit deeg dus van Chris. Ik ben benieuwd. Die ander vond ik een beetje bladerdeegachtig. Dat was gewoon deeg met dus Napolitaan. Ander merk ook. We hebben 2 bolletjes dit keer. En ik ben even lekker, haal nog even wat dingetjes halen. En ik ben lekker wat ingrediënten aan het klaarzetten. Zodat we het lekker kunnen gaan versieren. Lekker verse basilicum voor erop. Dun uitje. Dit is een soort van, zeg maar, dure mozzarella. Goedkope mozzarella. Heel veel knoflook. Die zie ik lekker voor rauw erop. Dit is ook mozzarella. Dit is rozemarijn, oude kaas, tomaat, zwarte olijf, salami, de gele tomatensaus. En nog zoutpeper en olijfolie. Raar, want het is super stretchy, maar je krijgt het niet echt groot of zo. We hebben trouwens ook gewoon een deegroller hier nodig. Misschien. Is dat het? Want dan met een glas rollen. Deze fles? Gaat gewoon weer terug. Vader zie ik altijd dit doen. Ik ben benieuwd. Yellow tomatoes was. Oh! Het is geen saus. Het zijn tomaatjes. Mm. Ja, er zit ook wel sap bij hoor. Kun je die ook pletten, die tomaten? Ja. Oh, lekker toch. Hoppa. Het is heel veel sap ook. Ik hou van veel saus, maar ik weet dat het niet te dik moet. Oh, het is heel veel sap. Wow. Het spookt helemaal die kant op. Doe ik een beetje raspte. Wat zijn we? Lekker. Geweldig. Beetje, ik vind ui niet per se heel lekker op een pizza, maar ik doe het toch. Met verse tomaat ben ik dus bang dat die heel nat gaat worden. Wow, jouw is groot nu? Of dat door die fles? Ik ga even die mozzarella met een keukenrol, want ik wil niet dat de pizza daardoor helemaal nat wordt. Het is echt zonde als die, soms krijg je toch bij een pizzeria helemaal water van de mozzarella. Dat is echt zonde. Dit is dus hele luxe van Chris. Oh my god, dit wordt zo lekker. Ik doe gewoon zonder de binnenkant. Oh, de binnenkant is er al uitgelopen doordat ik het heb ingesmeerd met zout. Beter. Ik vind het zo lekker dat er geen normale kaas op zit. Alleen maar mozzarella. Oh, sowieso, hoe krijg ik hem nu op bakpapier? Moet je eerst doen, toch? Hoe ga ik dit nu nog in de oven krijgen? En nu gaat hij ook helemaal nat worden. Ziet er echt lekker uit. En dan op het, na de oven doe ik dan de knoflook erop. Zout, peper en basilicum. Oh my god. Geweldig. Oh, ik doe een beetje olijfolie. Op de rand. Nou, een beetje. Misschien hebben de buren bakpapier. We waren vergeten dat je het op bakpapier moet leggen. Dus we kregen het met geen mogelijkheid meer eraf. Dus toen heeft haar de hele pizza alles eraf gehaald en het opnieuw deeg van gemaakt, dus dat moet hij nog gaan doen. En ik heb mijn in allemaal stukken gehakt en dat ligt nu in de oven. Zo zonde.
Kijk, het is er niet. Nou, ik vind het ergens nog best wel lekker uitzien. Maar het is gewoon. Nou, het is best gaar. Ik vind het voor gefaald nog best prima. Het is sowieso ziek lekker. Dit is anders. Het smaakt echt ziek lekker. Dus blij dat we het toch nog hebben geprobeerd. Hier ga ik dus nooit voor mijn Catalaanse zin in. Dit is een havermelk met pure cacaopoeder. Beetje slagroom en marshmallows. Oh. En thee, want ik kon niet kiezen. En ik zit hier lekker in mijn eentje. Iedereen slaapt al. En ik kijk Gossip Girl. Heerlijk. En ik ben nog wat babbelhap aan het voorbereiden. Dit is het hoofdstuk. Ik kom 3 uur 's nachts aan het werk. Maar ik heb het een soort van weer gedaan met een badjas. Maar het zal wel weer mislukt zijn. Badjas is ook echt nat. Ik denk dat het wel iets beter is. Nou, ik heb die krul ook helemaal niet strak genoeg erin gedraaid. Nou, ik vind het tot nu toe niet echt een succes, maar ik doe het ook niet goed. Het is ook heel droog geweest. Ik snap ook niet hoe je zo wit kan zijn. Zo'n ding. Nou, ik had dus dit besteld trouwens. Het is zo duur, het kost 7 euro, maar het heeft gember, cranberry, ananas, citroen, basilicum en rozemarijn. Het is wel heel chill voor je keel en ik doe er nu al sinds dat mijn ouders er waren mee. Maar ik weet eigenlijk niet hoe lang je het kan bewaren. Volgens mij moet je het niet eens in één keer opdrinken, zodat je 10 tot 20 dingen eruit haalt. Ik heb echt de behoefte om maar een slokje te nemen. Oh, dan heb ik nog veel te veel genomen, joh. Ik ontbijt lekker met onder andere tomaat. Vleestomaat met olijfolie, knoflook, zout, peper en basilicum. We gaan weer lekker sporten terwijl Chicky gaat jumpen. En ik ben lekker gaan lopen en zij op de fiets. Ik heb gesport en nu heb ik honger, dus ik ga deze maken. Die in de vriezer lagen nog. Nou, die heb ik laatst gekocht. Zij zijn daar nog, maar ik was lopend. En ik ga lekker dit even maken als pre-dinner snackie. Oh, zo lekker. Bedankt voor het kijken naar deze week vlog, jongens. En tot volgende week. En met Babbelhap zondag. Bye.